We hebben verleden week gesproken over Jona. En we hebben gekeken hoe dat eigenlijk in elkaar zit. En ik ga de komende weken verder over dit thema. We hebben gezien in Jona hoe God met een profeet aan het leren is. Hoe hij in deze wereld met de mensen omgaat. En dat wij soms een heel ander idee hebben. We hebben dat ook gezien met het Eliab-syndroom. Wat ik het Eliab-syndroom neem. Maar als jullie dat nog herinneren. Wie was Eliab? De oudste broer vandaag. Want het is interessant. Als we zien. Soms lezen we de Bijbel en we zeggen van, oh ja, het ziet er mooi uit en zo. Maar je moet je ook afvragen waarom bepaalde dingen er zo staan. En het verhaal van Samuel, God zegt, ga naar het huis van Isaïe en je moet daar een van zijn zonen salven tot koning in plaats van Saul. Maar hij zegt nu welke zoon. See, want hij wist precies wat er in Samuel speelde. En wij zien het ook. Op het moment dat Elia binnenkwam, het eerste wat in hem opkwam, is dit. Hij zei dit ook in zijn gedachten. Hij zegt, dit is zeker de gekozenen van de Heer. Dat zei hij direct. Oké, okay. en dit is Samuel, hè. we hebben te maken met Samuel. Hij was de laatste profeet en de eerste richter. In het Hebreeuws is het shoftim. Shoftim is eigenlijk een beetje, het is eigenlijk in het Engels vertaald, is het chieften. Dat betekent zo'n beetje het opperhoofd van een stam, zoals de indianen, dat is een shoftim. Hij ziet hem en hij zegt, dit is de gekozen van de Heer. En de Heer zegt tegen hem, nee. Hij zegt, kijk niet naar zijn reizige gestalte, zo'n goede bouw, hoe knap hij is en hoe goed hij eruit ziet. Hij zegt, want de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. En in het verhaal van Jona zien we dat God zijn profeet ook moest onderwijzen over hoe hij te werk gaat. En wij moeten dat ook zien. Zie je, want de hoofdsituatie bij God is eigenlijk Ezekiel 33 vers 11 waar het staat. Zo zegt tot hen, waar ik leef, luidt het woord de Heere Heere, ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze. Maar veel leert daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zou het geest sterven, huis Israël? Zie, dat is het hoofdthema van de Bijbel. Maar Jonah had dat, de zonen des donders hadden dat ook. Wie waren de zonen des donders? Het was Johannes en Jacobus, de zonen die met Jezus liepen. En die zeiden ook, zullen we vuur uit de hemel laten komen? We kwamen een het dorp binnen en ze wezen hem af. En de Heer is ze toen bestraft. Dus wat Gods woord ons wil laten zien, is dat het kwade is in de wereld, ja. Maar... Wat God wil, is dat mensen zich bekeren. Laten we even bidden. Heer Jezus, ik bid vanmorgen dat u ons dichter naar u toe brengt. Dat wij van uw woord mogen leren wie u bent, Heer Jezus. En wat u voor ons heeft klaarstaan. Dat we u beter mogen leren kennen. Wij vragen dit in Jezus' naam. Amen. In het boek van Jonas zien we ook telkens weer, en de hele Bijbel zien we telkens weer, dat God eigenlijk een nou God is van uitweg. Telkens schenkt de mens weer een uitweg. Als we kijken naar Genesis hoofdstuk 15, ik wil een paar voorbeelden daarvan naar voren halen. Dan lees ik vanaf vers 13. En hij zeide tot Abraham, zei de Heer, toen hij hem in slaap liet vallen, toen hij hem die belofte maakte: Zeg, weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen zal ik richten. Daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Maar gij zult in vrede tot uw vader gaan. Gij zult in hoog ouderdom begraven worden. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren. Want eerder is de maat van de ochtgerechtigheid der Amorieten niet vol. We lezen vaak over dingen heen. Dit is een ontzettend belangrijke tekst. Wat hij eigenlijk tegen hen zegt: Jullie gaan daar voor 400 jaar. En ik geef jullie dit land niet voor 400 jaar. Want ik geef de Amorieten 400 jaar om zich te bekeren. God van uitweg. En er is niemand hier die mij ooit gaan overtuigen dat God niet mensen naar het toer heeft gestuurd om hen te bekeren. Want Jona was niet gestuurd alleen naar Israël, hij was ook gestuurd naar de Assyriërs. Verschillende van de profeten zijn verschillende keren naar verschillende landen gegaan en hebben tot hen gesproken. God keek niet alleen aan naar Israël, God is een God van alle volken. Kijk ook naar 1 Koning 21. En we lezen vanaf vers 25. En hij zegt hier, nooit is er iemand geweest die zich zo verkocht heeft als Ahab om te doen wat kwaad is in oog des Heren, waartoe zijn vrouw Isabel hem heeft aangezet. Ja, gij heeft zeer gruwelijk gehandeld door de afgoden achterna te lopen, geheel zoals de Amorieten gedaan hebben, die de Heren voor het aangezicht van Israël verdreven heeft. Zodra Agab deze woorden hoorde, scheurde hij zijn kleding, deed een rooggewaad om zijn lichaam en vastte. Ja, hij legde zich in rouwgewaad en ruste en liep met lome tred. Toen kwam het woord des Heren tot het de desbied Elia. Heb jij gezien dat Agaf zich voor mij verootmoedigd heeft? Opdat hij zich voor mij, in de dagen van zijn zoon, zal ik het onheil over zijn huis doen komen. Het punt is dat wat hij hier zegt is, nee, ik ga hem niet straffen, ik zal zijn zoon straffen voor wat hij gedaan heeft. Nee, zijn zoon waren veel erger dan hem. Dus de nakomelingen, de aanlatenkronen, veel erger dan hem. Maar hij heeft de mensen om vergiffenis gevraagd. En je merkt hoe snel, en dat hebben we verleden week ook gezien, hoe snel God zou geven. Dat was het probleem van Jonah zeker aanhalingstekens probleem. En ik ga niet daar naartoe, want ik wil niet dat je ze vergeeft. En ik weet, als ik daar naartoe ga, en ik waarschuw ze en ze vragen vergeving, ga je ze vergeven? En ik, als ik ze niet ga waarschuwen, kunnen ze geen vergevenis vragen, dus dan worden ze uitgenodigd. Ja, dat was zijn houding. Maar wij gaan vanmorgen praten over een boek waar bijna nooit, ik bijna nooit een preek over heb gehoord in principe. We gaan praten over Habakkuk. Habakkuk is een tamelijk interessante situatie. Alle profeten brachten boodschappen van God naar de mensheid. Habakkuk sprak alleen tot God. Dit noem je in officiële taal, noem je dit in theodici. Dat betekent een gesprek met God. Theos, God, een gesprek met God. Zie je, het, wat er hier eigenlijk allemaal speelde, is dat Habakkuk, trouwens, we weten niet precies wat het betekent, maar het is een Babylonische naam. Het is waarschijnlijk zo'n soort tuinplant. Of waarschijnlijk een naam. Je weet dat toen zij daar naartoe gingen, want we kijken aan Mishach, Abednego enzovoort, dat waren niet hun namen. Toen ze daar zo gingen, werden hun namen veranderd natuurlijk. Dus waarschijnlijk is dat ook gebeurd. Maar Habakkuk, net als Job, had hij een probleem met Gods gerechtigheid. had vragen over Gods gerechtigheid. Dus hij begon met een klacht. Hoe lang, door 1 vers 2, roep ik om hulp en gij hoort niet. Schreeuw ik tot uw geweld en gij verlost niet. Waarom doet gij mijn ongerechtigheid zien en schoot gij ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen en er is twist en tweedrag verheft zich. Dus ik kwam direct tot God en zei, ik zie al dit geweld en waarom doe je er niets aan? Alle die andere profeten hebben dat ook gedaan. Jeremia hebben dat ook gedaan, Jozijn enzovoort. Maar dit boek gaat puur en simpel tussen een gesprek tussen God en een van zijn profeten. Dus het boek Habakkuk begint met een klacht. Dus hij zag veel onrecht, hij zag veel geweld, hij zag veel kwaad in zijn eigen land. Maar toch bleef God stil en God bleef onzichtbaar. Waarom grijpt God niet in? Waarom antwoordt hij niet toen Habakkuk om hulp riep? Dus Habakkuk bad tot God met deze vragen. En God antwoordde hem. Maar helemaal niet zoals hij had verwacht. God zei dat hij de Babyloniërs zou sturen. Om Judah te straffen. De dus schotswoorden beschreven een meedoogloos breed leger dat Israël al zou verscheuren. Dus klaagde hij opnieuw in hoofdstuk 2. Hij zegt in principe: zegt hij tegen God, Is dit gerechtigheid dat u Israël gaat straffen door middel van een volk dat veel slechter dan hun is? Dat nog erger is dan Israël? Dus nu was hij natuurlijk helemaal in de waar, dus hij wachtte op Gods tweede vraag. We weten niet hoe lang God heeft gewacht om hem te antwoorden, maar Gods antwoord kwam. En Gods antwoord was misschien wel het, de beste uitleg die wij hebben over Gods houding tegenover het kwade in het boek van um, Habakkuk. En het bevredigt Habakkuk zodanig dat hij boek dat met een klacht begint eindigt met een, een van de mooiste prijslofliederen van de Bijbel. God hij wees hem op twee zekerheden. Het eerste was dat deze gewelddadige, vrede, trotse Babyloniërs terugbetaald zouden worden met dezelfde wapens die zij eens gebruikt hebben tegen anderen. En als je dat boek ook kijkt, ik ga dit verderop in dit boek gaan in ons Oude Testament studeren, ik kan het vermogen natuurlijk doen. Maar ga je ook zien, dan zie je ook bijvoorbeeld dat de Assyriërs en de Babyloniërs naar hun, hebben bijvoorbeeld die landen die om hen heen waren, echt helemaal alles bestolen en weggenomen. Ze zijn bijvoorbeeld naar Libanon gegaan, hebben die mooie ceders helemaal uitgekapt en weggedaan. Bijna al die ze gingen daar, in al die landen zo die zijn, Ze doden al de dieren en zo. Het staat allemaal in Habakuk. En God zal ze daarvoor terugbetalen. Trouwens, staat in, openbaring staat er namelijk, ik zal hen vernietigen, die de aarde vernietigen. Want dat zijn ze bezig te doen op het ogenblik. Hè? Hij heeft gezegd, net zoals ze deze landen om hen heen waren aan het vernietigen, zouden zij vernietigd worden. We blijven gewoon in Habakuk. 2, vers 13 zegt hij. Ziet, is het niet van de heren der heerscharen om de volkeren zich te vermoeien door vuur en de natie zich afmaten voor niets? Dus hij zegt hier, in de psalmen staat er ook, waarom woelen al deze volkeren? En de Bijbel zegt, hij die in de hemel zit, kijkt naar beneden en hij lacht. Ze denken dat ze allemaal dingen kunnen doen, ze denken dat ze allemaal machtig zijn. Maar weet je wat het interessante is? Is dat bijvoorbeeld Assyrië, later heeft Assyrië weer teruggevallen in de zonde in een latere generatie. En God heeft gezegd, hij zal ze uitroeien. Maar je moet rekening houden, Nidive was een stad waardoor je drie dagen heen moest lopen van het ene einde naar het andere einde dat was ontzettend groot. Die stad is zo helemaal uitgegroeid, wat God gezegd heeft dat het gedaan heeft, dat men het nergens kon vinden. Ze hebben pas in 1845, door opgravingen, hebben ze die stad gevonden. Ik heb jullie verteld van de Hittiten, het de goddeloos volk. En zeg van de Bijbel, ik heb jullie vorige keer ook verteld dat men zei van, ah ja, de Hittieten hebben niet bestaan enzovoort. enzovoort. Maar uiteindelijk heeft men hun hoofdstad gevonden in Anatolië, wat nou Turkije is. En daar hadden ze een ontzettend groot uitgebreid machtig volk waren ze. Maar God heeft ze zo weggedaan dat je niets van ze kan vinden meer. De Edomieten waren ook helemaal overspreid. Hadden ook, ze hadden zelf een citadel. Dus het was daar in de berg en zo, wat, wat moeilijk te veroveren was. We kunnen niets meer van ze vinden. Zie je, wij denken van: oh ja, maar het waren kleine volkjes. Dus het waren volken die ontzettend machtig waren. Grote gebouwen hadden en alle soort steden en alles. En het waren goed georganiseerd. Machtig landen. Weg. God doet ze allemaal weg. Het staat er trouwens in de Bijbel. Kijk even Handelingen, hoofdstuk 17. Ik leef vanaf 24. Als jullie het allemaal hebben, hoofdstuk 17, 24. En hij praat hier tot de Atheners. Hij zegt: De God die één heer is van de hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt en laat zich niet door mensen handen dienen, alsof hij nog iets nodig had. Daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke slag gemaakt om op de ganse oppervlakte de aarde te wonen. En hij, kijk wat er staat, hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald opdat zij God zouden zoeken, of zij hem al tastende vinden mochten, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Zie je, dus God heeft belangrijk gezegd, tot en tot deze tijd mag je hier blijven wonen. Als je mij blijft volgen, mag je hier blijven wonen, voor eeuwig niet, doe ik je weg. Als jullie kijken in Ezekiel, Jeremia en Saïka, kan en verschillende teksten vinden, een van die teksten zegt, als een land tegen mij zondigt, zal ik zijn voedselvoorraad wegdoen. Dat staat allemaal in de Bijbel. Dus die eerste zegt hij tegen zijn, twee zegt hij, ik ga dat land wegdoen. Hij zegt in principe, het kwade mag de wereld domineren, maar het vecht tegen zichzelf. Je hebt volken die elkaar zoveel haten, dat ze samenkomen om een bepaalde reden, om wat dan ook niet, dat zag je ook in de Bijbel. Die verschillende volken kwamen, die als ze Israël haten, zo'n beetje de vijand van mijn vijand is mijn vriend, en ze kwamen bij elkaar om te vechten. En wat gebeurde? Op een gegeven moment begonnen ze tegen elkaar te vechten. De Israëlieten kwamen om te vechten. Ze zeiden, we staan hier voor Joker. Want ze stonden daar en die volken waren tegen elkaar aan het vechten. Ze waren gekomen als een coalitie om Israël aan te vallen. En de tussentijd begonnen ze tegen elkaar te weg, want ze waren fijn. Dus, is er wel goed? Dan konden ze alles dan oppikken nadien. Zie je dus, het haat brandt zichzelf uit, en dat zei God ook. De tweede zekerheid is Gods karakter. Die aan Habakuk doorging. Hij mag voor een tijdje stil zijn, maar niet altijd. God komt meestal niet wanneer we willen dat Hij komt, hij komt nooit te laat. Kijk naar 2 vers 14. Daar staat er. Ik zal natuurlijk habakuk. We blijven habakuk. Want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heer's heerlijkheid Gelijk de wateren die de bodem der aarde bedekken. Dus de aarde zal gevuld zijn met de kennis van de glorie van God, net zoals de wateren de zee bedekken. En in hoofdstuk 3 zag Habakkuk deze machtige glorie. En het veranderde zijn houding van klacht naar vreugde. Want de toekomst behoort aan de Heer. En waarom dat ook, kunnen we ook zien in, in Habakkuk, zegt hij, wat wij ook niet hebben, de rechtvaardige zal leven naar zijn geloof. Dat is een tekst die ook in de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 17, wordt gebruikt door Paulus. Gelaten hoofdstuk 3, vers 11 en ook door de schrijver van Hebreeën, hoofdstuk 10, vers 38. De rechtvaardige zal leven door geloof. Hij zegt, wat er ook niet op ons afkomt, wat wij ook niet zien. We hebben het over gehad, hè? de Bijbel zegt, de rechtvaardige, Paulus zegt het ook, de rechtvaardigde zal leven naar geloof, niet naar wat hij ziet, niet naar aanhouden. Een paar keer over gehad. Wat dat eigenlijk inhoudt. Ik wil daar vandaag nog een keer over spreken. Hij zegt. De rechtvaardige zal leven naar zijn geloof. Dat zegt Habakkuk hier. Hij zegt. De rechtvaardige zal leven naar geloof en niet naar wat hij ziet. Dat betekent, we gaan in alledaagse taal zetten. Je loopt op straat. Het voorbeeld dat ik vaker heb gebruikt. Je loopt op straat. Je ziet een man op je afkomen met een geweer in je hand. Oké, okay, maar het is een proces dat het gebeurt. Dus eigenlijk, je voelt dat direct, maar het is eigenlijk een proces. Zie die man op je afkomen en zegt: Hé, hey, wat komt nu? Komt hij op mij af? Gaat hij mij schieten? Als hij mij schiet, het gaat pijn. Dan ga ik dood. Ik heb mijn kinderen nog. Ik heb mijn zo enzovoort. Dus dan boom komt die angst. Het is een proces dat ontzettend snel gaat in je gedachten. Ja? Maar hetzelfde verhaal is: je staat daar met je tassen. Je bent boodschap aan het doen. En net als die man op de hoek komt met het geweer, vliegt er een vuiltje in je oog. Je laat je tassen vallen, je draait je zo om en je kijkt in de dingen, zoekt naar iets om in de spiegel te kijken of zo, om het eruit te gaat. Anderenk langs je heen. Ben je bang geweest? Waarom niet? Klopt. De rechtvaardige zal leven naar geloof, niet naar wat hij ziet. Dus die tekst betekent letterlijk: een rechtvaardige zal leven naar wat hij weet dat waar is, niet naar wat hij voelt. Oké? Okay? De rechtvaardige zal leven naar wat hij weet dat waar is, niet naar wat hij voelt. Dus hij zegt, je kijkt om je heen en hij voelde bepaald. Dus hij keek om zich heen, zeg al die slechte dingen. En hij zei van, hij voelde zich. Ja, maar hier, we worden zijn verlaten. Wat gebeurde er? Al die dingen die er Israël gebeuren, al die slechte dingen, dat is toch niet, dat mag toch niet. Dus op een gegeven moment zegt hij tegen, nee, God wil hem laten zien, je rechtvaardiger zal leven naar zijn geloof. Wat is zijn geloof? Het karakter van God. Dat is ons wat wij weten. Wie God is. Wat is eigenlijk de praktische toepassing van dit boek? Dus het boek van Habakkuk wijst ons erop dat het toegestaan is om God te ondervragen. Waarom doet u dit? Waarom gebeurt dit? Alhoewel het moet gebeuren met respect en eerbied. Jesaja 1, vers 18. Komt toch en laat ons tezamen beredeneren, zegt de Heer. Al waren uw zonden als schalaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karozijn, zij zullen worden als witte wol. Kom, laat ons tezamen beredeneren. Je mag komen praten. Ik zei tegen Jesse: Kom, nou we gaan praten. Wat is het probleem hier? Ik wil met je bespreken. In de psalmen staat er ook dat God zegt, als wij met God wandelen, gaat God ons inleiding geven in de, de plannen die hij heeft. Hij vertelt ons zijn plannen. Dus soms is het niet duidelijk voor ons wat er allemaal gebeurt, vooral als we een tijd van lijden moeten doormaken, of als ons vijanden en de wereld voorspoed heeft, terwijl wij het moeilijk hebben. Kijk, gisteren toevallig was ik aan het zap en ik kwam terecht op een of ander programma van biljonairs. Ja, nu praten we niet meer over miljonairs, want die, dat zijn armoedzaaiers. Maar we hebben het over die biljonairs in de wereld. Ja, en wat zij allemaal hebben en wat zij doen, en ja, ze, ze kopen een, een jacht voor, dus 15 miljoen euro is voor hun wat 50 euro voor ons is. Ja, ze hebben gewoon ontzettend veel, ze kunnen alle soort dingen doen ondergrondse kelders hebben Ze kunnen overleven voor maanden en zelfs jaren, alles wat ze daar onder de grond hebben. In die kelders als er een ding. Zij zijn erop voorbereid als er hele slechte dingen gaan gebeuren in de wereld. Verschillende van ze. Wezen, bunkers die die mannen hadden gebouwd. Verschillende biljonairs hadden gebouwd. En die schepen die ze hadden en die jachten waarop ze woonden en hoe die verveiligd worden enzovoort. En ik vind het altijd grappig dat een heleboel van deze mensen bodyguards halen om hen te beschermen. Grote kerels om hen te beschermen. Dan komt er één kleine virus in die, dan is het gedaan. Van binnen. Zoals Jezus heeft gezegd. Hij zegt van. Hij die band, hij zegt van ik heb grote schuur. Ik ga grotere bouwen. Zeg maar vanavond wordt je leven van je afgehaald. Nou, wat doe je dan? En wie komt er dan toe? Zie je? Je mag zeggen wat je wil. Maar het draait allemaal om één persoon. En het interessante is. Daar komen wij vandaan. Jullie hebben geen flow idee. Ik geloof echt dat de christenen. De doorsnee christen. Heeft geen flow idee. Van wat een voorrecht het is. Dat je naar de kerk mag gaan op zondag. En de Bijbelstudies en de want je hebt geen flauw idee van wat een voorrecht het is. Want de Almachtige God is degene die je daar naartoe trekt. Dus het boek van Habakkuk bevestigt dat God Almachtig is en dat Hij alles beheert. Wij moeten alleen maar stil zijn en weten dat Hij aan het werk is. Psalm 46, vers 11 zegt het volgende. Wees stil en weet dat ik God ben. Hij is wie hij zegt dat Hij is en hij komt, altijd, hij komt zijn belofte altijd na. Hij belooft dat Hij Jezus zal sturen en hij heeft het gedaan. Hij zal de slechte mensen straffen. Hij is nog steeds op de troon van het heelal, zelfs wanneer wij het niet kunnen zien. Maar wij moeten gefocust blijven op het volgende. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die der hinden. Hij doet mij treden op de hoogte. Habakkuk 3 vers 19. Dus door ons in staat te stellen om op de hoogte te gaan, brengt hij ons naar een hogere plaatsen met hem. Waar hij ons als apart zet van de wereld. Dus soms is de weg die we moeten gaan, om daar terecht te kunnen komen is een weg van lijden en verdriet. Maar als wij rusten in Hem en wij vertrouwen in Hem, komen wij uit waar Hij wil dat wij uit moeten komen. Ik zeg altijd, als er geen weg uit is, is er altijd een weg omhoog. We zien dan in Habakkuk dat vooral in deze tijd... Ik zoek alsjeblieft van 2 peters 3 op. Want als je de krant leest, krijg je één in dingen. Maar als je internet krijgt, krijg je vijf verschillende kranten tegelijk. En dan kan je al die verhalen zien. En als je nagaat wat er in deze wereld gebeurt, is ongelooflijk. Het kwaad is helemaal geen kwaad meer. Een heleboel van die dingen die gebeuren zijn helemaal niet zo slecht meer. Kinderen van tien jaar die seks hebben, is helemaal niet ongewoon meer. En dan heb je toch geen jeugd meer. Ja. En als je goed kijkt naar alles wat er op je afkomt, alles is gebaseerd op het seks. Als je dat merkt. Alles is gebaseerd. Weet je waarom dat is? Omdat je de mens echt iets wegneemt dat ontzettend belangrijk is. Plus, je maakt hem tot een klompje vlees. Dat is alles wat hij van wordt. We zijn dat niet. We zijn een geest met een lichaam. Geen een lichaam met een geest. En dat is wat de vijand ons wil laten denken. Dus daar wordt het gericht. Je bent pas belangrijk als iedereen je kent. Als je, en dan moet je veel, je wil rijk zijn, want dan heb je macht natuurlijk. Dan kijkt iedereen naar je op enzovoort. Ja, maar de Bijbel zegt: onderwerp een machtige hand van God. En hij zal jou verhoogd de, zijn de tijd. Het is niet de wereld die ons aanzien geeft. Want aanzien van de wereld duurt maar een hele korte tijd. Maar een aanzien die God je geeft. Wat ik eigenlijk wil is dat wanneer ik binnenkom. Daar, wanneer de Heer komt, dat het stil wordt, trompetten geblazen worden, mijn naam genoemd wordt. En de Bijbel zegt dat als je dat verlangt, dat je iets goeds verlangt, staat in de Bijbel. Echt waar. Ja. Als hij erie en glorie wil, ik ben die tekst aan het gaat maar op het Glorie wil in het Koninkrijk van God, verlangt hij iets goeds, staat in de Bijbel. Dus ik haal het niet uit mezelf, het staat in de Bijbel. Ja. Want hij wil dat we daar gaan zoeken, want hier is het tijdelijk. Ja. Ik wil lezen geschiedenis over koningen enzovoort, en dit en dat enzovoort, maar ze zijn al lang dood. En ik geloof mij. ik kan je één ding van die koningen vertellen, die al die dingen hebben gedaan. Ze wensen dat ze terug konden komen om te zeggen dat heel veel dingen die ze gedaan hebben verkeerd waren. Zoals de, de rijke man van Lazarus, het verhaal van Lazarus. Ik kan je garanderen dat ze terug willen komen en zeggen, ik had liever alles weggedaan. Helemaal geen koning geweest, maar een arme man geweest. En door de straat zijn gegaan om het over de Heer te vertellen, want nou heb ik niets. Je ziet, dat is het mooie. We kijken naar ze grote, uh, Al die rijke mannen hebben geweldige begrafenissen enzovoort. En ze en hebben dit en dat. Al die mensen enzovoort. Maar een Koninkrijk van God hebben ze niet. In het hiernaam hebben ze niets. Ze hebben echt niets. Daarom weet ik dat de wereld op ons neerkijkt. En wij idioten zijn van hier om in een school te komen zitten. Op plastieke stoelen. Om te horen over de Heer. Niet waar? Je moet in een grote mooie kerk gaan zitten. Dat hebben wij niet. Maar weet je wat wij hebben? We hebben de Heilige Geest in ons hart. En weet je wat het mooie is? Dit is geen geweldige tempel, maar dit wel. Want de Bijbel zegt: wij zijn de tempel des Heeren. De Heilig Geest woont in ons. En weet je wat het mooie is? Omdat wij een tempel zijn, is het nou een natuurlijke staat voor ons om God te willen aanbidden. Want wat doe je in een tempel? Toch? Dus wij moeten levende tempels zijn. 2 Petrus. Dit is de eerste, tweede brief die ik u schrijf. En in beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn en aan het gebod der apostelen van de Heeren in heiligen. Dit vooral moet gij weten. Gespotters met spottenis zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen. En zij zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want zij de Vader ontslapen zijn, blijft alles het zo hetzelfde, als van het begin der schepping af is geweest. Want willens en wetens ontgaat hun. Dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn, en de aarde, die uit en door het water bestaat, daardoor de toenmalige wereld vergaan is, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Hij zegt. Ik wil dat jullie het weten. God heeft profeten gestuurd. God heeft door de apostelen gesproken weer. Hij zei, Ik wil jullie laten weten. gaan mensen komen die hierover gaan sporten. Mensen gaan zeggen: Van ja, maar waar blijft zijn komst? Het is allemaal hetzelfde geweest vanaf het begin. Het is al 4 miljard jaar zo op de wereld. Dat zeggen ze. Waar? Dat is 4 miljard jaar, zeggen ze. Vanaf het begin is het allemaal zo geweest. Hij zegt: Maar ze vergeten één ding. Ze vergeten dat de wereld van voordien anders is geweest. Dat God de aarde laat vergaan door water. Zie, dat zegt hij hier. Dus het is niet altijd hetzelfde geweest. Er is al een keertje zoiets gebeurd. Ja? En dan kijk je ook naar de geschiedenis. Je hebt dingen in de geschiedenis die de, die de aarde gewoon een heel andere kant opbrengen. En als je ook merkt in dit allemaal van wat we hebben gehad over Habakkuk, zie je ook, het enige wat nodig is voor, om het kwade te laten triomferen, is dat goede mensen niets doen. Dat is het enige. We zien zoveel dingen in deze wereld gebeuren. En ik weet dat we nu voor God gaan staan, dat we een probleem daarmee gaan hebben. Een heleboel dingen ges konden gestopt zijn geworden door gebed. Dat we echt bij elkaar komen en zeggen, we gaan hierom bidden dat dit niet gebeurt. Maar vaak gebeurt dat niet. En daarom zijn er zoveel dingen over deze wereld gekomen. En komen er nog meer dingen die ons verder van God afbrengen. En deze wereld verder van God afbrengen. Want hij zegt in Matthäus 24, hij zegt, door de toename van het kwade, zal de liefde van de meeste, lees het goed, er staat meeste verkillen. En hij praat niet tot de wereld, want de wereld heeft geen liefde, hij praat tot ons. Hij zegt, de liefde van de meeste zal verkillen. Daarom heeft Jezus gezegd: wanneer ik kom, zal ik ene geloof vinden op Aarde. Nee, hij gaat geen geloof. Dat bedoelt hij. Er gaan ontzettend weinig christenen mee. De opwekking waarover de Bijbel spreekt, komt absoluut na de opname. Dan komt er een opwekking. Maar geloof me, ik wil niet bij die opwekking zijn. Ik wil bij die ene boven zijn. Vers 8. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefde: dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer talmt niet met de belofte: als zijn er die aan talmen denken. Want hij is langmoedig tegen u, dat hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Doch dat allen tot bekering komen. Zie, komt het weer naar terecht. Zie, hij wil dat allen tot bekering komen. Dus met andere woorden, waarom duurt het zo lang voor de Heer terugkomt? Want hij geeft je de kans om te bekeren. Want als het nou terugkomt, gaan er heel veel mensen niet mee. Die misschien, als ze zich tot de Heer keren, toch wel meegaan. Daarom dan, dus het uitblijven. Ja, God belooft en hij zegt, ja, doen het, maar het schijnt al die tijd niet te gebeuren. Dat heeft te maken met genade. God is, God is hard, God is breed, God is dit, want kijk wat er allemaal gaat gebeuren in de wereld. Maar hij laat je weten wat gaat gebeuren. Als ik, er is een boek in de Bijbel in openbaring die je precies vertelt hoe erg het gaat zijn. En dan gebeuren die dingen en jij komt eronder, dan zeg je het is jouw schuld. Maar ik heb een boek gezet om je te zeggen: van, het gaat gebeuren. En ik vertel je hoe je eraan kan ontkomen. Als God een brede God was, niet een liefhebbende God was geweest, had hij openbaringen niet ingezet. Dan hadden we iets om over te praten. Nou hebben we het toch om iets om over te praten, over een genadige God. Dus wij weten wat gaat gebeuren, dus je weet precies wat je kan doen om er niet een onderdeel daarvan te worden. Toch simpel, Gods woord is verschrikkelijk simpel. De simpelheid van God ontgaat de mens. Dus hij zegt, ik wil niet dat mensen verloren gaan, hij wil dat allen tot bekering komen. Jezus is niet gestorven voor een groepje mensen. Jezus is gestorven voor iedereen. Toen Jezus naar, ik zeg het zwaker, Jezus naar het kruis liep, keek hij achter zich. Naar alle mensen die geleefd hadden, hij keek naar alle mensen die toen leefden, hij keek naar alle mensen die zouden leven. Als hij zei van één persoon die wou sterven, was hij van niemand gestorven. Weet je dat Jezus van Hitler is gestorven? Moeilijk voor te, te begrijpen. Hè? Om helemaal te begrijpen. Hij is van Hitler gestorven. Want er is geen zes persoons bij God. Als Hitler zich had bekeerd, kwam hij ook in de hemel terecht. Is moeilijk te begrijpen. Maar we hebben het over een liefhebbende God. We hebben het over een God die alles heeft gedaan om te zorgen dat jij bij hem terecht komt. Niet gewoon bij Hem terugkomt, dat jij terugkomt waar je thuis hoort. Daar horen wij thuis. Wij horen thuis bij God. Hoe goed of slecht je niet bent, alle mensen heeft te komen van God. En Hij wil dat iedereen tot Hem komt. Dat is je eigen keuze. God stuurt niemand naar de hemel en God stuurt niemand naar de hel. Jij kiest het zelf. Je zegt de Heer vers 10, maar de dag des Heer zal komen als een dief. Je weet nooit wanneer een dief binnenkomt. Die doet geen aankondiging, want als hij dat doet, is hij een van de domste mensen die er zijn. Maar in ieder geval, Hij zegt, komt als een dief. Op die dag zullen de hemel en met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken daarop opgevonden zullen worden. Waar al deze dingen dus vergaan, hoe danig behoort gij dan te zijn in heilige wandeling Godsvrucht. Als het eenmaal zo is, zeg, wat dit gaat gebeuren, God komt, de dag des Heren komt als een dief en jij moet klaar zijn. Maar je moet ook rekening houden, Jezus heeft zelf ook gezegd, hij zegt, een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Maar jij, jullie zijn mijn vrienden, ik ga jullie vertellen wat ik ga doen. kan je de dag niet vertellen, nog het uur, maar ga je wel vertellen de seizoen. Als je deze dingen ziet gebeuren, sla je ogen omhoog, want je redding is daarbij. Nou, dat is een genadige God. Zie je, we hebben een verkeerd idee van God. En dat zag hij. Hij zegt, we kijken naar het kwade, zegt, zegt hij tegen Habakkuk. Kijk naar het kwade, maar ik kom ermee klaar. Ik ga het afgedaan worden. Troons geweld en slechtheid brandt zichzelf uit. Liefde is het enige dat kan blijven bestaan. Niets anders. Ja. Dus hij zegt hier in vers 11, Daar al deze dingen al dus vergaan, hoe behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol van verwachting, u spoedende naar de dag gods, terwille waarvan de hemelen verbrandend zullen vergaande elementen smelten. Wij verwachten echt naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting onbevlekte onberispelijk te blijken voor hem in vrede, en houd de langmoedigheid van onze Heer voor zaligheid. Zie want de mensen zeggen van oh, het is allemaal dommigheid, nou, die langmoedigheid van God en zo. Nee, hij zegt nee, het is zaligheid, het is redding, die langmoedigheid van hem, is onze redding. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar door hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is het een en ander moeilijk te verstaan, want de onkundige en onverstandige lieden tot hun eigen bedrijf verdraaien. Evenals trouwens de overige schriften. Okay? Dus hij zegt: Je ja, hebt mensen die dit woord van God verdraaien. En wat dringen die hij geschreven Ook andere schriften verdraaien zij. Dus Gods woord wijst ons hierop. In het boek van Habakkuk kijken we. We zien wat er gebeurt er hier. Kijk, al het slechte. Maar God heeft hem laten zien. Hij heeft gezegd: Als jij met mij staat, ga ik je op de hoogte brengen. Hebben jullie ooit die hinden zien klimmen op bergen enzovoort? Het is ontzettend. Ze staan soms op zo'n steen. Zoals een grote mijn hand. Met alle vier poten. En dan springen ze van de een en de ander. Is ik weet niet of jullie dat ooit hebben gezien. Daarom hou ik van die nature shows in. Een deze dingen? Het is ongelooflijk hoe die beesten dat doen. En daarover heeft hij. En ze vallen niet. Hè? Zie je. Hij brengt ons op de hoogte. En wij kunnen niet van die berg afvallen. vallen. We kunnen niet. Want waar hij ons brengt, beschermt hij ons ook. Dus de Bijbel, Habakkuk wijst ons erop. Het einde van 2, vers 4. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Daar ligt ons heil. De rechtvaardige zal leven naar wat hij weet waar te zijn. Wij weten wie God is. Het is gebaseerd op Gods karakter. Ons leven en onze toekomst is gebaseerd op Gods karakter. Door Gods karakter hebben wij het bloed van Jezus, dat ons reinigt van alles om.